Kijk, als wij zo mooi uitpakken met de straat, dan moet het Nederlands elftal ook een keer denken van jongens, laten we een keer achter de Oranjestraat staan. De Marktweg. Al jaren toveren de bewoners de straat om tot dé Oranjestraat van Nederland. Ook dit jaar mag de straat er weer aan geloven, want met het WK in aantocht zijn ze nu bezig met de laatste voorbereidingen. Ik zou wel 50 kilometer vlaggetjes neer te hangen. Dan komen nog wat mooie doekjes op de, wat mooie vlaggen en ja, wat verlichting nog erbij. We moeten aan de overkant nog, zoals je ziet, zit overal oranje cel. We moeten daar nog een heel stuk tot het einde verder gaan. Nou, we moeten die kant nog met cel, daar moeten nog vlaggetjes. Plein heb losgelaten, die moeten ook nieuwe vlaggetjes. Ja, we zijn voorlopig nog niet klaar, joh. Ja, het is gewoon een traditie voor ons. We doen het al, dat zeggen we, al 28 jaar doen we dit al. Dus, met als doel? Ja, als doel toch wat leuk vinden en het verbroedert. Het is een multiculturele wijk hier. En, ja, je ziet dat het heel leuk is. Met iedereen gaan we leuk om en dat is het belangrijkste. Hoe voelt het nou voor jou om zo in de straat te staan? Ja, top. Voelt geweldig. Alleen ja, net als vandaag, omdat alles loslaat, is een beetje kloten. Maar ja, joh, extra tandje bijzetten. Ja, en ik heb ook een heel goed gevoel tot de WK moet een keer gewonnen worden. Kijk, als wij zo mooi uitpakken met de straat, dan moet het Nederlands elftal ook een keer denken van jongens, laten we een keer achter de Oranjestraat staan. Dus wij niet achter de Oranjestraat. Ja, niet jullie achter de spelers, maar de spelers achter jullie. Ja, stond er een stunt deze. Ze zijn op de Marktweg bijna helemaal klaar voor het WK. Al mist er volgens hen wel nog één speler in het Nederlands elftal. Ja, zeker. Onze Thomas Feiten, je ziet het. Feiten in oranje. Onze Haagse topper. Ja, want waarom hoort hij ook in het Nederlands elftal? Ja, ik denk dat hij twee keer zo goed met zijn hoofd is als Luc de Jong, dus waarom niet? Gewoon wat hij zelf zei, laatste 10 minuten, kopbal, hup. Finale maakt hij op zeker de winnende doelpunt.